De opbrengst van zonnepanelen wisselt deze week sterk. Blijft dat ook de komende dagen zo? Vrijdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vooral aan het begin van de ochtend is in de noordelijke helft van het land kans op lage bewolking. Uiteindelijk lost die bewolking op, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking in de middag juist weer toe. De meeste zon is voor het oosten en zuidoosten van het land. De wind waait zwak tot matig boven land, maar op zee waait het harder. Zaterdag dan waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de kust. In het oosten van het land is de wind slechts zwak tot matig. In de ochtend hebben we te maken met wolkenvelden die over het land trekken en er vallen ook wat buien. Maar in de middag dan breekt de zon vanuit het westen weer door. Op zondag en maandag dan wordt er veel meer zonne-energie opgewekt. De zon schijnt dan uitbundig, maar waaien doet het niet of nauwelijks. En dan nog onze tip. Vanaf deze vrijdag is het weer flink warm en vanaf zaterdagmiddag ook flink zonnig. En daardoor warmt je huis snel op. Het is dus weer tijd om je zonwering te gebruiken en in de vroege ochtend je huis te koelen. Door dat op de juiste momenten te doen, heb je de airco of ventilator minder snel nodig. Tot de volgende keer!